Hogeschool De Paperclip in Schiedam gaat naar Amerika. Kijk mee naar onze avonturen. Vandaag, de dansgroepen gaan battelen. Wat is het geheime wapen van de Best Dance Crew? En mijn collega met het interview. Hallo allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar het NOS Jeugdjournaal. Vandaag gaan we het hebben over de dansgroepen, de Best Dance Crew en de Paperclip Gangsters. De twee dansgroepen gaan tegen elkaar battelen in de Verenigde Staten. De winnaar krijgt een mooie grote beker en mag zichzelf de beste noemen. Het is werkelijk een eer om in Washington te dansen. Dansen in Amerika, wie wil dat nu niet? Kinderen van de Paperclip gaan dat doen. We schakelen nu over naar mijn collega voor het interview. Groep 8 in Amerika. Hallo allemaal, we staan hier in de dansstudio in Schiedam. En ik heb een interview met 6 kinderen. 3 daarvan zijn van de Paperclip Gangsters en 3 van de beste dansgroep. Mijn eerste vraag is aan Ashen. Denken jullie dat jullie gaan winnen? Ja, dat denken wij zeker. En de andere dansgroep denkt zeker anders, want wat denken jullie? Ja, dat wij gaan winnen. Wij zijn veel beter dan hun. En waarom zou de blauwe groep dan winnen? Omdat wij veel beter op de maat tassen dan hun daar. Oké. Zo te zien zijn ze concurrenten. Ik heb ook iets gehoord van een geheim. En ik weet niet of dat bij de blauwe groep is. Is het bij jullie? Wij hebben niet echt een geheim hoor, maar... Is het misschien bij de gele groep? Natuurlijk hebben wij een geheim. En door de geheim gaan we winnen. Oké, willen jullie misschien het geheim verklappen? Nee, dat niet, maar vertel wel later. En die mensen hebben een naam. Oké. Wat denkt u van het geheim? Zou het gewoon onzin zijn of zou het echt geluk brengen of zo? Ja, ik weet niet wat voor geheim het is, maar ik denk dat het onzin is. Zo. Okay. Ja. Ze zijn zeker concurrenten. Wat raar dat ze niet gewoon vertelden dat het geheime wapen een geluksketting is. Nog maar een keer oefenen dan. Tel 9 voor jezelf. 1 onkbak knuppel. Waarom dan? Ja, want ik moet nog een wedstrijd spelen. Waarom? Wij gaan toch dansen? Ja, maar die wedstrijd is belangrijk. Hey, schiet op, man. Oké. Ja. Hey, schiet even op. Wacht even. Jeetje. Wat is er nog in? Helemaal geweldig. Ja, zo, fantastisch. Wacht even. We gaan 3 dagen weg, hè? Het wordt echt geweldig. Zeg je? Maar Gonzalo, waarom heb je eigenlijk zoveel petten bij je? Ja. Ik kan ook niet kiezen. Wel schoon. Dat is te merken. Ah ja. Schiet je een mooi. Oké, nu ga jij. We gaan naar Obama. 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 Obama.
Obama, Obama. De paperclip gangsters schieten niet echt op, terwijl de Best Dance Crew al haast in de limousine zit. Maar we gaan dansen, niet tekenen. Maar het maakt toch niet uit? Jawel. Nou, wat? Wat zeg je? In Amerika aangekomen, gaan we naar een prachtig hotel. Heeft door dat ze hier Engels spreken. Maar nee, het is Engels. De wereld op school. Oh ja! Good morning. Good morning. Do you have to keys of our room? Yes, sir. This is room number 13. Okay, thank you. Een groep krijgt kamer nummer 13. En dat vinden ze niet leuk. Mayada doet een klein maskertje op. Hey.
En Seljan denkt dat ze een alien is en valt flauw. Silence. Wat zijn ze hier streng? De volgende ochtend is iedereen laat door het tijdsverschil tussen Nederland en Amerika. Eren wordt wakker! Hallo Eren! Eren heeft niet door dat het al midden op de dag is en loopt slaapwandelend richting zwembad. Wij zijn natuurlijk met z'n allen achteraan. Gaat opschieten. Want het is weer tijd om te oefenen. De laatste keer voor de grote wedstrijd. Obama. Wow, een groot. Ja. Kijk nou, hij laat de geluksketting zomaar achter. De Best Dance School, kom maar hier staan. We gaan oefenen met z'n allen even de laatste oefeningen voor de belangrijke wedstrijd. Ja. Er loopt een hond. Ja. Ja, dat heb ik net ook al gezien. Er loopt een hond hier rond. Ik denk dat dat hier normaal is in Amerika. Ja, we zijn natuurlijk in de Robinson Dance Studio. Ik denk dat dat hier normaal is. Heel serieus. We zijn in Amerika. Dus... De Paperclip Gangsters. Komen jullie even hier? Gaan we de dans nog even voor één keer oefenen? Bijna de laatste keer voor de belangrijke wedstrijd. Kom maar staan hier. Er loopt hier een hond los, hebben jullie misschien al gezien, maar dat schijnt hier normaal te zijn. We worden steeds fanatieker. Wij zijn de beste, wij zijn de beste, wij zijn de beste, wij zijn de beste. Ja, ook wel in de kussens. Ja, dat is niet. Ja, daar zit hij nou.
Deze pot mee. Andere pot mee. Onder? Nee, ook niet. Chips, man. Hij is gestolen. Hoe gaan we er binnen? Nee, oh. Die ketting brengt ons geluk. Dan is het grote moment aangebroken. En gaan de beide groepen naar het wethuis voor de finale. Good to see you, Alicia. Great to see you. Thank you. Hi, I'm Bonnie. Bonnie. Hey jongens, de ketting! De ketting komt er aan! Wat? Echt? Echt? Hoe kan dat? Echt waar? Nee joh! Ja! Wauw! Ja jongens, nu gaan we winnen! Yeah! 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 Join me for dinner! President Obama nodigt ons uit voor het groot diner. We gaan ons nu snel omkleden voor de wedstrijd. Michelle Obama vormt samen met hun twee kinderen de jury.
Do you think the paperclip gangsters can dance? Yeah, a little bit. But the best dance crew were... much better, much yes, better. Yes. We let the best win. Okay. Hallo, ik sta hier bij de jury en ik ga wat vraagjes stellen. Did you make a decision yet? Yes. So you know who is gonna win? Yeah, I think so. And was it hard to decide? Yes, it was hard. So they were both good? Yeah, but one was better. All right, and we will see soon who that was. Yes. Ladies and gentlemen, the final moment has taken place right now. The winner, Best Dance Crew 2010, Best Dance Crew! Yeah! Zoals je gezien hebt, heeft Best Dance Crew gewonnen. Ze hebben de hele grote mooie beker gewonnen. Ze komen over 2 weken na hun tour in Amerika weer terug naar Nederland. Als ze terug in Nederland zijn, gaan ze in Nederland toeren. Hoe lang ze gaan toeren is niet bekend. Maar dat horen we vast nog wel in een van de andere journalen. De Paperclip Gangsters hebben verloren, maar zijn wel blij voor de Best Dance Crew. Samen hebben ze nog een hele mooie dans gemaakt. Dit was Tidy Lopez Verissimo met het nieuws. Tot ziens en tot morgen.